Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rico, Deloitte en NGF. Als je weet dat dit een toernooi is dat je eigenlijk moet spelen als je goed wil zijn. En, ja, dat is een droom en ja, die gaat nu uitkomen, dus dat is wel heel gaaf. Ja. De begeleiding van de Nederlandse Golf Federatie is de laatste 15 jaar sterk verbeterd. De professionele aanpak van de NGF en zijn coaches maakt nationale toptalenten klaar voor een mogelijke overstap naar de tours. Ook al omdat dankzij de NGF van Landschot Bankiers en veel particuliere aandeelhouders Golfteam Holland kan worden opgericht. Het perfecte model voor jonge, ambitieuze golfprofessionals. Ad Wessels was jarenlang de belangrijkste teaching pro op Spaarnwoude, een van de grootste golfaccommodaties van Europa. Tienduizenden leerden op Spaarnwoude golven en een talent als Christel Bouillon kon mede door de rustige, nuchtere en vakkundige begeleiding van Wessels uitgroeien tot een topspeelster. Wie was je eerste pro? Was samen met Ad Wessels en Bob ter Punt toenertijd. Op een gegeven moment ging Bob weg en toen alleen met Ad Wessels verder. Maar de belangrijkste persoon daarin was wel Ad Wessels, die is altijd voor mij geweest. Ja. Op een gegeven moment heeft hij gezegd van, volgens mij heb ik jou op een bepaald niveau gebracht. Ja. Maar als je verder wil groeien, dan moet je naar een andere coach toe. Zoveel eerlijkheid kom je niet vaak tegen in de sport. Nee, zeker niet. Dus dat is ook wel heel speciaal. En ik denk dat het ook gewoon aangeeft hoe goed onze relatie was en nog steeds is. Ik denk dat het ook laat zien hoe goed hij is. En hoe goed hij was voor mij. En hij heeft me ook zeker gebracht waar ik nu ben, ja. Schrik je dan op het moment dat hij dat zegt? Of zag je dat zelf ook een beetje aankomen? Ja, ik zag het wel aankomen. Ik wist ook wel dat het ging gebeuren. Maar voor mij had het pas gemoeten over 2 of 3 jaar. Maar als hij dat dan toch zegt, dan moet je erop vertrouwen dat het goed is. En het is natuurlijk wel even niet leuk. En dan heb je er ook wel heel even moeilijk mee. Maar met gewoon veel praten, dan kom je toch tot een gezamenlijk besluit. En dan is het loslaten gewoon een feit. En dan moet je ook weer mee omgaan. En dat is dan ook weer een leerproces. En uiteindelijk is het gewoon heel goed geweest. Chris van der Velde was een aantal jaar de gedreven headcoach van de NGF-selecties. Een in de VS opgegroeide golfer die als eerste Nederlander op de Europese Tour speelde. Hij bracht zijn instelling van alles kan als je het maar wilt en geloof in jezelf over op Joost Luiten, Floris de Vries, Davy Claire Schrevel en Christel Bouillon. Van der Velde woont en werkt overigens alweer een paar jaar in de VS als director of golf op een vrije baan in de staat Oregon. Toch is hij nog steeds betrokken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld Christel Bouillon. Ja, dat is gewoon een heel belangrijk persoon. Hij is een hele goede coach. Je kan gewoon heel goed met hem praten over golf. Want hij heeft natuurlijk zelf op tour gespeeld voor een lange tijd. Dus het is heel makkelijk communiceren. En hij heeft een short game wat ontzettend goed is. Dus daar kan je ook gewoon heel veel van leren. En zijn ideeën en als persoon zijn, hij is heel enthousiast. Dat steekt iedereen aan. Ja. Dus je ouders hebben je altijd gesteund in wat je deed? Of waren ze wel eens kritisch? Nee, ze hebben altijd gezegd van zolang jij het leuk vindt, dan steunen we jou daarin. Maar je moet het wel zeggen als je het niet meer leuk vindt. Want het is natuurlijk, het is zonde als je gewoon ongelukkig daarin bent. Dus ze hebben me altijd gesteund en kritisch nooit nee. Ze wilden eigenlijk altijd het beste voor me. Dus ze hebben me altijd laten gaan en samen met Ad Wessels zat het altijd goed. Dus ja. Ad Wessels was zo eerlijk om te erkennen dat hij zijn pupil niet meer op een nog hoger niveau kon krijgen. Gelukkig beschikte en beschikken de NGF en Golfteam Holland over een vakkundige coach in de persoon van Erik der Kinderen. Ik ken Erik denk nu een kleine 5 jaar. Dus vorig jaar natuurlijk gestopt met Ad Wessels. Maar in die tijd deden ze de coaching eigenlijk samen. Dus je kan het eigenlijk een beetje zien dat Ad Wessels heeft een beetje overgedragen aan Erik. Erik was al lange tijd dan de coach van de selectie, van de bondscoach. Dus we zagen elkaar al veel en zij hadden gewoon ook heel goed contact. Dus eigenlijk is het gewoon een hele geleidelijke overgang geweest naar Erik. Ja.
de overgang van amateurs naar professionals. Viel dat mee of viel dat tegen? Voor mij viel dat reuze mee. Dat komt natuurlijk ook omdat Golf Team Holland aan mij steunde en nog steeds aan de steunt. En ja, in principe, ja, ik ken vrij veel speelsters op de Tour en ook toen ik begon. Ja, alleen die meiden waren wat eerder professional geworden. En, maar voor mij was het niet iets heel nieuws. Ik vond het ook vanaf het begin af aan heel erg leuk. En ik denk dat dat ook wel daarin mee heeft geholpen, ja. Beschrijf toch eens de rol van Golf Team Holland. Hoe belangrijk zijn die mensen voor je? Heel belangrijk. Zij zorgen ervoor dat ik me financieel geen zorgen hoef te maken. Ja, de middelen zijn eigenlijk oneindig. Als ik in de winter ergens wil gaan trainen omdat het beter weer is, dan kan ik daar gewoon naartoe. En ja, ook het managen van het boeken van vluchten, van hotels. Ja, dat wordt allemaal geregeld. Dus het is voor mij echt zaak om alleen te focussen op het golfspelletje. En al het andere, dat wordt voor mij geregeld. Zelf om andere mensen om je heen te hebben. Maar als een rondreizend pro moet je toch wel gelukkig zijn met jezelf. Ja, zeker. Ik kan ook heel goed alleen zijn. Ik ben er wel goed in. Ja, en vooral ook de meiden gewoon op de tour. Vooral in Europa. Het is gewoon een hele gezellige tour. En ik kende al vrij veel speelsters. Ook vanuit mijn amateurtijd die gewoon eerder pro zijn geworden. Dus in principe voelde het niet heel nieuw, nee. Kijk, op de baan is iedereen gefocust en doet iedereen zijn eigen dingetje. En vooral als de wedstrijd is, dan wil iedereen winnen natuurlijk. Maar ja, als we vanaf de baan, als dat klaar is, dan is het ook gewoon mentaal klaar, weet je. Het is dan gewoon tijd om te ontspannen en iedereen wil dan ook een beetje gezelligheid. Ja, dus dan gaan we samen eten. We doen af en toe wel eens, als we in een appartement zitten, dan zitten we er met een aantal meiden in en... dat is wel gewoon... het is een hele ontspannen sfeertje op tour. Ja. Ik heb ook veel vriendinnen op tour en in het buitenland zitten. In Nederland nu... alles verwatert een beetje. Omdat ik gewoon... ik ben continu gewoon op reis en weg. Hoe is dat werken met Erik? Zie je hem regelmatig? Komt hij naar toernooien toe? Ik zie hem regelmatig. Ik ben nu een week thuis en dan zie ik hem twee keer. En ligt eraan natuurlijk of we allebei gewoon tijd hebben. Maar hij maakt altijd tijd voor mij vrij. Dat is heel fijn. En als ik hem nodig heb op een toernooi, als ik bijvoorbeeld een aantal toernooien achter elkaar heb. En ik zeg, ik wil hem in de tweede of derde week wil ik hem zien. Ja, dan is hij er voor me. En dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Hij was op Carnoustie bij een van je oefenrondes. Dan loopt hij mee. Geeft hij dan tussendoor ook nog aanwijzingen? Praat je ergens over? Of komt dat pas na die oefenronde? Nee, in principe voor mij een oefenronde, dan kan ik ook gewoon les hebben. Het is voor mij dan alleen zaak om de baan te zien, dus ik let wel op. Maar hoe ik de ballen sla, dat is voor mij nog niet belangrijk. Ik moet pas goede ballen slaan als het toernooi begint. En in een oefenronde, dan kan ik gewoon nog over mijn spel, kan ik het daarover hebben en gewoon aanwijzingen krijgen. Maar het is nooit veel, dus het zijn altijd kleine aanwijzingen die ik dan wel gewoon in mijn voorbereiding kan toepassen. In het algemeen is het altijd heel fijn werk als je mensen hebt die heel graag willen. Want die trainen voldoende en die hebben aandacht en die hebben inzet. En met Christel eigenlijk gaat het heel erg makkelijk. Het enige wat soms lastig is voor Christel zelf is dat ze heel erg graag alles perfect wil doen. En dat is de enige valkuil die ze eigenlijk heeft. Moet je er afremmen dan in dat geval? Nou, niet afremmen, maar gewoon het realistisch houden en het is goed zoals het doet en alle rust doorgaan op deze manier. Het lange spel is heel constant. Is alles redelijk rechtdoor eigenlijk, dezelfde balvlucht. Het korte spel is heel erg goed, vind ik zelf. Ze heeft heel veel balgevoel rondom de green. Qua tactiek maakt ze eigenlijk nooit een course management fout, bijna nooit. Dus ze zal zelden in de problemen komen dat ze de verkeerde keuze maakt. En ze is ook wel in de baan, vind ik, heel relaxed. Dus een hoop sterke punten, denk ik. Even kijken, zelfs in de baan. Hoe belangrijk is dan de rol van een caddy, in dit geval Andy? Heel belangrijk, heel belangrijk. De caddy is heel belangrijk, omdat een caddy naast de standaard dingen zoals afstand, et cetera, ook eigenlijk in de baan een beetje een partner is. En een gesprekspartner is, waar ze naar luistert en waar die met elkaar kunnen praten. En toch een beetje de spanning eraf kan halen. Dus een caddy is heel erg belangrijk. Het is heel belangrijk om een goede caddy te vinden die iets toevoegt aan je spel.
En dat is heel moeilijk te vinden. Maar als je het vindt, dan heb je echt een gouden caddy. En dan moet je zorgen dat hij aan je tas blijft. En dat heb ik met Andy gevonden. En hij voegt gewoon iets toe aan mijn spel. En wat het is, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat het vooral zijn ervaring is. En dat als er situaties zijn... Dan kan hij mij daar gewoon in helpen. En dat kan wel eens gewoon slagen schelen, ja. I was in Australia at the Australian Open and I was working for somebody else and I was really impressed with the game. And I spoke to her after the round and I just said, you know, I know you don't know me or anything, but if I ever get a chance to work for you one week, I'd really love to. And luckily we got to work at the Nations Cup and her and Mariette, they went out and won it, so that was good. And then I worked two more weeks for her that year. We worked in Portugal and one week in the Dutch Open. And she said to me, if you ever want to work full-time, if you can commit to me full-time, then... So I called her and said, I want to work for you if I can. And she said, yeah. And that was last year in Turkey. And it's been great ever since. So. And why do you consider Crystal one of the best you ever had? Because she's one of the most focused players I've ever worked for. And I see her being a future number one. And it's great to... You know, I started with her when she started her career. So it's nice to watch the progression and... I wake up every morning and can't wait to get to work, so if that's, I mean, for me it's not a job, it's a pleasure to work for her, so, you know, if you wake up in the morning and you have that feeling, it's one of the best jobs you can get, and I get paid to do it, so it's good. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rico, Deloitte, NGF, Egeria en Van Lanschot.